Studenten van de TU zijn er weer mee begonnen, de bouw van hun bierkrattenbrug. Dit jaar is er een extra uitdaging. De brug gaat namelijk over de Dommel. De brug moet een overspanning krijgen van tenminste 27 meter en een uur blijven staan. Dat is nodig om het record weer terug in handen te krijgen. Dat is nu namelijk van de studenten van de TU in Delft. En ondanks het feit dat er dus veel op het spel staat, is er toch voor die extra moeilijkheid gekozen om de brug over water te bouwen. Ja, de moeilijkheid is hier wel het gebied waar we in bouwen. Dus met een hele slechte ondergrond, met een dommel waar we eigenlijk niet in mogen komen. En verder is het heel belangrijk om de kratjes op de juiste manier te stapelen. Dus wij hebben een nieuw stapelpatroon bedacht, waardoor wij denken dat we het wereldrecord weer terug kunnen halen. Over een week wordt er met de eerste kratten gesjouwd. De 87 studenten die aan het project meewerken, die willen de brug op 23 april hebben staan.